Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Trouw hemels Vader, wilt u ons zo op de avond, Heer, vlak voor het slapen gaan, nog met ons hart en ons verstand bij uw woord bepalen, Heer. En ons leiden, Heer, om deze boodschap zo te verstaan. Dat bid ik, Heer, in uw naam, Jezus Christus. Amen. Amen. Zo, vlak voor het slapen gaan, nog even een horrorverhaal. In de wereld gaat men vaak naar bioscopen toe en dan kijkt men de gruwelijkste dingen. Wat ik nu vertel, het is eigenlijk een waar gebeurd horrorverhaal. En het is voornamelijk een geschiedenisverhaal. En ik weet nog, jaren geleden, was in 2012, 13, waren we in Zuid-Duitsland, in Muttlingen. En toen had Niek me ook gevraagd van, kun je daarover preken en daarover preken. En toen was er een broeder die zei van, dat ben ik helemaal niet gewend met al die geschiedenisverhalen. Waarom preek je niet gewoon allemaal versen uit die Bijbel, zoals het hoort? Ik zei, nou, op een Bijbelconferentie kun je ook allemaal andere dingen meekrijgen. En als er iets belangrijk is voor een opnieuw geboren mens, is iets te weten van geschiedenis. Want als je ergens mensen mee kan manipuleren, is ze door hun verleden af te pakken en hun identiteit. Ja. Zo makkelijk is dat. Je kan mensen alles wijsmaken. Dat is van klein tot groot. Vorig jaar is een familielid van me overleden. Ik ben een nakomelingetje, ik heb een hoogbejaarde familie. En eigenlijk is iedereen overleden. Ik en een broer kwamen erachter. Wij zijn eigenlijk nog de enigen die konden uitleggen waar alle foto's in het familiefotoalbum over gingen. En dan ben je bij zo'n begrafenis en dan heb je allemaal jonge mensen die in één keer heel geïnteresseerd zijn. He, oom Henk, hoe zat dat dan? Wie is die op die foto? Wie is dit en dat? Ik zei, nou, we moeten maar eens een keer een middagje samenkomen. Er waren mensen bij die ik jaren niet gezien had, want ze hadden geen idee van hun geschiedenis. En ik dacht, als ik er niet meer ben en als mijn broer er niet meer is, is niemand die iets over die foto's vertellen kan. Zo is het ook met dit soort dingen. Er is nou vanavond al een paar keer naar deze kaart gewezen. Dit gaat over een situatie. Hier staat een motto, dat moesten kinderen vroeger leren op school. Het rampjaar 1672. Het bestuur was radeloos. Het volk redeloos. Het land reddeloos. Kijk, je kan de situatie waarin je geplant bent, kun je soms niet goed overzien wat er allemaal aan de hand is. Maar ik heb soms ook wel eens de laatste dagen het idee dat het volk radeloos is. Of redeloos, de overheid radeloos en het land lijkt wel reddeloos. Want van de week lees ik het nog wel eens even voor. Ik zag laatst het ABC van crisis in dit land. Maar dat was pas een crisis. Geschiedenis is iets wat je heel makkelijk kan sturen, kan manipuleren. Ik zag laatst bijvoorbeeld een college van een professor van de Universiteit van Amsterdam over de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël. Nou ja, wat schetst onze verbazing. Het was allemaal de schuld van de grote boze Joodse mensen, wat er eigenlijk allemaal was gebeurd de laatste 80 jaar. Een hele eenzijdige kijk op allerlei zaken. Hier kan ik wel van zeggen, hè, Nico haalde net die tentoonstelling aan, van ook een eenzijdige kijk, wat mij ook weer niks verbaast. Ik maak me sterk dat niemand meer iets over leert op school. Kijk, ik heb jarenlang in de stad Groningen gewoond en tot een aantal jaren geleden hadden we op 28 augustus een vrije dag. Want je hebt het ontzet van Groningen, 28 augustus. Je hebt ook nog het ontzet van Haarlem, het ontzet van Leiden. Dan heb je een vrije dag in die stad. In Groningen op 28 augustus, als het niet in de grote vakantie valt, dan hebben alle kinderen vrij. Tenminste, als de ouders op een ouderavond niet hebben besloten om dat maar af te schaffen. Want anders heb je die kinderen nog een dag thuis. Ik had tot een aantal jaren geleden nog een vrijdag, maar dat hebben ze al afgeschaft. Dus het is een traditie die tanende is. Het wordt dit jaar wel groot gevierd. Maar zodoende weet men nog iets over het rampjaar in Groningen. Nou moeten we het natuurlijk zetten hier in een setting van de schrift. Want anders begon ik hier niet over. Ik haalde net Jacobus 4 aan. Er zijn heel veel plekken uit de schrift die ik zou kunnen aanhalen om hier dit verhaal te kunnen beginnen. Maar ik doe Jacobus 4. Want ik heb zo eerst even een inleiding. Even, ik maak nou ik vertel nu het halve verhaal. Morgen vertel ik de andere helft. Want het is een grote geschiedenis. Maar wat was er aan de hand? Op het moment dat deze oorlog uitbrak, was Nederland eigenlijk het rijkste, welvarendste plekje op aarde. Daarin zelfs de gewone man een goede boterham had.
En Nederland was wel doorvoed en was gemakzuchtig geworden. Ik ga zo meteen vertellen dat al 6 jaar voordat dit begon, was de overheid al op de hoogte dat al die katholieke mogendheden een coalitie hadden gesloten om Nederland weg te vagen. Maar er werd niet zo snel iets mee gedaan, want er waren te veel financiële belangen mee gediend. Er moest weer een leger worden opgezet, dat kost natuurlijk geld. En ach, wie zegt nou dat ze gelijk hebben, dat er echt die invasie komt. En er gebeurde niet zoveel. Het ging bijna mis. Hier in de schrift staat, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? He, waarom is er oorlog en vechterij onder jullie? Komt het namelijk hierdoor uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Toen de oorlog losbarstte in dat jaar, preekten de dominees van de kansels in Zeeland, in Holland, in Friesland, in Groningen. Dit is het loon van jullie werken. Ledigheid is des duivels oorkussen. Door jullie luiheid en vatsigheid en verwennerij en geldzucht zijn wij nu bijna weggevaagd door de paus van Rome, waar we net van bevrijd waren. En waarom is er oorlog? Het is Gods oordeel over zonde op aarde. Dat is wat eigenlijk staat hier in Jacobus 4 vers 1. Gij begeert, gij hebt niet. En jullie willen graag iets, maar jullie krijgen het niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voet krijgt, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Natie, en nogmaals, ik zal nooit vertellen dat de hele Nederlandse Republiek allemaal opnieuw geboren mensen waren, perfect bijbelgelovige christenen, want dat waren ze niet. Nog geen 10% was Calvinist, een kwart was katholiek, die werden getolereerd. Die werden niet vermoord of vervolgd, maar die werden getolereerd. Dat was heel verfrissend, want in de rest van de wereld werden mensen meteen weer vervolgd en vermoord. Dat maakt Nederland ook een uniek land. En een kwart was zeg maar baptistisch. Ik kom uit het noorden. Hier in het noorden waren veel meer baptisten dan dat er protestanten waren. Maar men gleed af in die tijd. Na 1640, 1650 was het land een verwend land waarin iedereen zich bezighield met geld verwerven. Hyperkapitalisme is een Nederlandse uitvinding. Aandelen en alles wat je nou hebt op een aandelenbeurs, dat is iets wat in Nederland is begonnen. Het grote geld. De gemeente bad niet de juiste dingen. Gij bidt, gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, omdat gij het in uw welste doorbrengen zoudt. En dat viel dit land aan te rekenen. En die zin is te snappen dat de Heer zei, ik kan dit niet stoppen, jullie hebben dit oordeel ook verdiend. En jullie moeten op jullie tellen gaan passen. De Heer heeft de overheden van deze wereld in de hand, zegt de schrift. En ik ga dat allemaal niet zoeken, maar bijvoorbeeld Romeinen 13 is een hele bekende passage. En hij laat de duivel toe om ellende aan te richten in deze wereld. Maar tot zoverre, uiteindelijk, het is altijd zoverre de Heer toelaat. Deze geschiedenis is een mooi voorbeeld van hoe de Heer een land bewaart omdat het een zegen verdient. Of omdat het eenvoudigweg niet mag verdwijnen omdat andere belangen van de Heer te groot zijn. Nederland mocht niet verdwijnen totdat er een ander groot land was dat christenen kon beschermen, bijbels over de wereld kon brengen en de Joden tolereerde. En dat was de Verenigde Staten. Toen de Verenigde Staten er ook was, toen is Nederland ook gezegend met een bezetting van 20 jaar door de Fransen. En toen die voorbij was, was Nederland een derde wereldland. Zijn ze wel snel weer van teruggekomen in de 19e eeuw. Maar dat is weer een heel ander verhaal. In dit jaar ging alles mis. En toch verdween dat land niet. En dat is een godswonder. Kijk, een wetenschapper die niet gelovig is, die zegt van, ja, dat is allemaal inlegkunde. En wat weten die mensen ervan? Als je verdiept in wat er allemaal gebeurd is, denk je van, hoe bestaat het dat Nederland nog bestaat? Er is nog een aantal andere momenten in de geschiedenis gebeurd. Hoe bestaat het dat dit stukje grond, waar altijd gewoon heel veel geld is verdiend, waar het economisch altijd goed ging, dat is al vanaf de Romeinse tijd zo. Weet ik veel, we hebben tig aantal gouden eeuwen achter de rug en we zitten nu al 30 jaar weer in een gouden eeuw. Dat hebben we niet zo door. Maar waarom zijn mensen zo druk en zo aan het ruzie maken in het land? Omdat ze te verwend zijn en te veel hebben. En ze hebben te veel zekerheden om hard te moeten werken om hun bestaan veilig te stellen. Het gaat gewoon te goed hier. En dan zien mensen vaak de zegen niet meer. Wij zijn hier nou in Bakkerveen, overigens. Dat is hier.
Het is, en anders moeten jullie later maar eens een keer dichterbij komen staan. Het is nou zo'n avond misschien wat lastig gezien. Maar ik ga dat zo meteen wat meer vertellen. Maar Nederland heeft onder andere gebruik gemaakt van de landsgesteldheid door waterlinies in te richten. Waardoor de vijand heel veel problemen had om verder te komen. En dit is een gebied van die linie. Hier ten oosten of ten westen van Bakkerveen ligt nog een restant van een schans. Hier vlakbij op de grens met Drenthe heb je de Zwartendijksterschans. Die is helemaal gerestaureerd. Dat is een kilometer of drie hier verderop. Kun je gewoon naartoe. Dan zie je zo'n vierkant ding met vier bastions, stervormig. Daar kun je overheen wandelen. Dat is 100 bij 100 meter, 130 bij 130 meter. En dan denk je van nou, is dit het nou? Ja, dat is het nou. Maar je moet je voorstellen dat in die tijd was dit allemaal moeras. En kon je de boel onder water zetten. En dan was er één zandweg waarover je passeren kon. Dat was een ideale manier om de boel te verdedigen. Dus dan zat jij in die schans. Je had op die bastions een paar kanonnen staan. Ik heb dat gisteren nog uitgelegd aan iemand. Die kanonskogels die ontploften niet. Maar dat waren gewoon massieve stenen of metalen kogels van 20, 25 kilo. Met een vaart van 900 kilometer per uur. Als die jou raakte, was je aan pulver. En dat was ook de bedoeling. Heb je misschien ooit wel eens een steentje gekeild over het water? Dat hij zo stuiter over het water ging. Nou, zo moest dus de kanonskogel over de zandweg gaan. Dus je zag de vijand eraan komen. Dan schoot je dat ding en dan hoopte je dat er zoveel mogelijk mensen geraakt werden. De rest bang werd en dat ze dan weer terugtrokken. Goed. Het begint eigenlijk allemaal met 1522. Als het Nieuwe Testament van Luther verschijnt. Dan begint de reformatie. De eeuwen daarvoor is er al heel veel schrift in Europa geweest. Maar dat zijn allemaal manuscripten. Vulgaat manuscripten van de katholieken, maar ook veel manuscripten met goede bijbelteksten. Maar er was nog geen opwekking, wat al vaak verteld is. Want die goede bijbel was nog niet helemaal perfect en ook nog niet in druk verschenen. En de juiste man moest komen, dat was Luther. De juiste man op het juiste moment brengt een vertaling uit in het Duits van de bijbel. 1522, eerste Nieuw Testament, in de jaren daarna wordt aan het Oude Testament gewerkt en zo verschijnt een bijbel. En in het begin heb je in Centraal-Europa heb je per 300 mensen één bijbel. En het is er vaak een katholieke bijbel. Als Luther sterft, dan heb je al één bijbel per 13 mensen. Zo snel ging dat. Honderdduizenden bijbels kwamen van de drukpersen. En die werden al heel snel vertaald. Eerst in Duits, toen het Nederduits, het Nederlands. En dan allerlei andere talen door Europa heen. En dan krijg je een nieuwe golf van vertalingen waarin ze zeggen van oké, we hebben nu een bijbel, we hebben de schrift. Maar dat is een vertaling weer van een Duitse Bijbel. Wij willen dan zelf de schrift vertalen uit de grondtalen, uit het Grieks en het Hebreeuws. En zo komt er dan voor het Engels uiteindelijk dan de King James, voor het Nederlands de Statenbijbel, et cetera, et cetera. En dan gaat er wat moois gebeuren in Europa. Dan gaat hier het licht op. Eigenlijk gaat alles beter. Na 1500, als je geschiedenis studeert, dat noemt men de nieuwe tijd, want dan zijn de middeleeuwen voorbij. Er zijn allemaal wel oorlogen in Europa, want Rome roert zich nog stevig. Maar die oorlogen zijn eigenlijk een uiting dat Rome zijn macht verliest. Want er zijn allemaal nieuwe mogendheden die Rome kunnen bevechten en ook nog die oorlogen winnen. Dat is wat er eigenlijk aan de hand is. En eigenlijk gaat die Bijbel, begint eigenlijk een enorme zendingstocht door Europa waarin ontzettend veel mensen tot geloof komen. Ik kom uit Friesland, daar had je Menno Simons, een bekeerde Rooms-Katholieke priester uit Wiedmarsum. En die is nou dan de naamgever van de Mennonieten. Die heb je nog in Amerika, die heb je in Siberië, in Rusland, noem maar op. Dat zijn allemaal baptistische mensen die allemaal evangeliseren door Europa heen. Alles begint beter te gaan in Europa als de schrift er komt. En zo ontstaat hier een opstand. Een opstand in een gebied dat de Nederlanden heet. Dat zijn eigenlijk 17 landjes. En dat noemen we tegenwoordig Nederland, België en Luxemburg. En dat maakt deel uit van het Habsburgse Rijk. En in het Habsburgse Rijk is Karel V de keizer. En die keizer is eigenlijk de machtigste man van de wereld. Want hij is de koning of keizer van het Duitse Rijk. Dat is heel Centraal-Europa, Oostenrijk, Tsjechië, grote delen van Italië, de Benelux, delen van Frankrijk, heel Spanje, Portugal, stukken van Zuid-Amerika, stukken van Azië. En daar is die man de baas van.
En als die man met pensioen gaat, want hij sterft niet als koning, hij besluit met pensioen te gaan, dan doet hij zijn rijk over aan twee zoons. En een daarvan is Philips II en die erft dan het Westelijke Rijk. En de Republiek of Nederland is daar een onderdeel van. En ondertussen roert hier zich van alles. Daar komen heel veel mensen tot levend geloof. Worden protestant of worden baptist. En Philips II is een geharde Rooms-katholiek. Die kan het niet tolereren. Die vindt ook dat in die provinciën die ketters moeten worden vermoord. De eerste in Leeuwarden, want daar in die noordelijke gebieden heeft de katholieke kerk een paar eeuwen lang niet echt met de inquisitie ketters kunnen vermoorden. Dus de eerste wordt in stukken geslagen, geradbraakt met hamers, kapotgeslagen op een rad, op een wiel, daar in Leeuwarden. En nou, dan is het Hek van de Dam. Dan, Nico haalde het net al aan, dit gebied wat nou Nederland heet, dat heeft in die tijd nog geen miljoen inwoners en in een paar jaar tijd worden er 50.000 christenen vermoord. En de meeste van die zaken zijn gewoon beschreven, want zo iemand komt voor de rechtbank, dan wordt het geval opgeschreven en dat gaat in het archief. Nederland heeft alles perfect gearchiveerd. We hebben prachtige stadsarchieven waar de meeste van die actes gewoon liggen. Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, zoek ze op. Je kan ze lezen, je kan ze navinden in martelarenboeken. Er ontstaat hier een opstand. En uit die opstand ontstaat dus een nieuw land. Want je hebt hier een aantal provinciën. En die zeggen van, we willen die koning van Spanje niet meer. Ja, hoe doe je dat? De overheid is van God gegeven. Dus als we hem wegtrappen, dan zijn we dus goddeloze rebellen. En onbijbels ook nog. Nou nee, wacht eens even. Laat het maar zo zeggen. Een overheid moet het volk dienen. Moet het volk verzorgen. En niet vervolgen als een tiran. Dus hoe het ook went of keert, we zetten hem aan de kant. Men heeft in 1579 de Unie van Utrecht opgericht, waarin een aantal provinciën met elkaar gaan samenwerken. En dan gaan ze dat beter verwoorden in de Akte van Verlatingen. 26 juli 1581 wordt er een document opgesteld, Akte van Verlatingen, ligt in Den Haag. Die kun je er bekijken. Die dag 26 juli is een feestdag in Nederland. Ik heb het al vaak verteld op een conferentie, daar zit iedereen maar aan te kijken. Het is toch al bijna een grote vakantie, dus daar maken we nooit iets van mee. Maar eigenlijk is het de belangrijkste feestdag van Nederland, want het is het ontstaan van dit land. Akte van Verlatingen wordt eigenlijk opgeschreven. Philips II, jij bent een waardeloze tiran. Je hebt bloed aan je handen, je bent een antichrist. We hebben je niet meer nodig, hierbij ben je ontslagen, we redden onszelf wel. Ze hebben eerst nog de kroon lopen leuren bij de koning van Engeland, de koning of de koningin van Engeland, de koning van Frankrijk. En al die landen zeggen van, daar beginnen we niet aan, want dan hebben we weer meteen een oorlog met die Habsburgers. We hebben al genoeg oorlogen gehad. En dan is per ongeluk Nederland ineens een republiek geworden. Die bestaat uit 7 landjes. Eigenlijk is dit het voorbeeld geweest voor de Verenigde Staten. En eigenlijk ook het voorbeeld geweest van de EG tegenwoordig. Ik vind zelf de EG een antichristelijk iets, maar de antichrist is een imitator van de Heer. En zo is dit idee eigenlijk overgenomen. Wat ze hopen dat een landje als Nederland, wat eigenlijk helemaal niet als een volk was. Je had mensen die spraken Nederlands, je had mensen die spraken Fries, je had mensen die spraken Nederduits. En die zijn de afgelopen eeuwen Nederlander geworden. En een van de grootste drijfveren daarachter was dit boek, want hij heeft ons allemaal dezelfde taal geleerd. Het is ook een taalmonument. Elke student Nederlands zou eigenlijk een Statenbijbel moeten hebben. Het is de basis van je taal, van je eenheidstaal. Maar dat hopen we ook met de EG tegenwoordig, dat we uiteindelijk een Europeaan worden. Ja, maar goed, dat gaan wij niet ooit meer beleven. En dat gaat deze wereld ook nooit beleven, want de Heer die komt wel terug. En dat is een heel andere geschiedenis. Maar je hebt dan een land, die bestaat uit 7 landjes eigenlijk. Republiek Zeeland, Republiek Holland, en daar wonen de meeste mensen. 60% van het volk woont eigenlijk daar. En daar wordt eigenlijk al het geld verdiend. Vooral in de stad Amsterdam, dat is het middelpunt van de wereld. Dus als je op Paleis op de Dam komt,
Daar mag je wel eens in. Als je ooit de gelegenheid hebt, kan ik je aanraden. Doe dat. Alleen al om de centrale hal te bekijken. Want je komt dan de hal binnen. En op de vloer zie je een kaart van de wereld. En daarboven zie je dan de stedenmaagd Amsterdam. En die kijkt neer op de aarde. Oftewel, Amsterdam kijkt neer op de aarde. Wij zeggen dan wel eens hier, het zijn Kapsonusleiers. Maar het was in die tijd wel zo. Amsterdam was het rijkste middelpunt van de wereld. En alles wat er omheen lag... Leefde daarvan. Alle IJsselmeerstadjes hier, bijvoorbeeld in Friesland of zo, die waren allemaal onderaannemer van Amsterdam, omdat die gewoon niet genoeg capaciteit hadden om al die handelswaren uit de hele wereld te verwerken. Ieder meisje op Ameland bijvoorbeeld, die ging tot de 20e, was een paar jaar dienstmeisje in Amsterdam. Dan kwamen ze terug naar Ameland en dan had ze een mondje Hollands geleerd. En zo heb je op Ameland nou een dialect wat half Nederlands is, half Fries. Iedereen leefde van Amsterdam en wat er omheen lag. Maar goed, jullie merken wel dat het valt veel te vertellen. Zeeland, Holland, Friesland, stad en ommelanden, nou noem je dat Groningen. Overijssel, Gelderland, Utrecht. 7 provincie. En die vormden met elkaar een republiek. En als je dan denkt van hoe kan het dan, Henk, dat wij Amsterdam als hoofdstad zien, maar de regering zit in Den Haag. Nou, dat komt, elk landje had zijn eigen hoofdstad. Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Utrecht, Zwolle, Arnhem, Amsterdam. En dus iedere stad zei van, of elke republiek zei van, ja, ho, wacht eens even, wij vinden ons eigenlijk belangrijker. Dan hebben ze maar besloten om op neutraal terrein de Staten-Generaal op te richten. Dat was dan de overkoepelende overheid van deze republiek. En het ging goed met die republiek. De 80-jarige oorlog die ging al heel snel naar de grenzen toe. Die werd voornamelijk uitgevochten uiteindelijk hier in Vlaanderen. En als laatst hier in de Nederlanden nog in Twente, wat nog altijd katholiek is. En de Gouden Eeuw was toen al begonnen. Nederland was een heel welvarend en rijk land. Toevallig las ik een paar weken geleden een nieuw boek over de Gouden Eeuw hier in het noorden. En dan is er een heel verslag van een dominee rond 1650. En die heeft dan een heel getuigenis. Hij zei, het leven gaat hier nou zo goed, het gaat hier beter als het ooit geweest is. Beter als toen de katholieken hier nog de baas waren. Dat wisten ze nog wel. In de tijd dat de katholieken nog de baas waren, had je overal burgeroorlogen. Die hebben vaak eeuwen geduurd. Bloed, moord en doodslag. Ellende. Hier werden heel veel Bijbels gedrukt. Hier had men een enorme interesse aan wetenschap. Het eerste land dat bijvoorbeeld de Arabische Koranen ging vertalen, omdat men wilde weten wat staat er eigenlijk in het eigenaardige boek. Dat was in Nederland, 1622 geloof ik, werd een Koran in het Nederlands vertaald. Gewoon uit interesse, waar houden die mensen zich mee bezig? Veel belangrijker, die Bijbels werden gedrukt. En niet alleen in Amsterdam, ook in Haarlem, Dordrecht, Leeuwarden was ook een hele grote drukkerijstad. En in heel veel landen waar Bijbels niet toegestaan waren, omdat het nog katholiek was, zoals Spanje, Portugal, die Bijbels werden allemaal hier in de Republiek gedrukt. Joden die moesten vluchten uit Spanje, die konden hier gaan wonen. Heel veel andere vluchtelingen die konden hier terecht. Allemaal protestanten uit Vlaanderen, want Vlaanderen is dat deel van de Nederlanden wat de opstand verloren heeft. Want dat is dus weer veroverd door de katholieken en heden ten dagen is België nog altijd een anders land. Honderdduizenden van die mensen, die vluchten allemaal naar het noorden. En het waren vaak welgestelde mensen, die namen ook een kapitaal mee. Dus een stad als Leiden, die had ongeveer 25.000 inwoners. In een paar jaar tijd had Leiden meer dan 100.000 inwoners. 3/4 was immigrant. Tot in de 19e eeuw kon je het dialect in Leiden nog horen waar de voorvaderen vandaan kwamen. Dat sprak men Vlaams en Leids aan alles door elkaar heen. En dat was een enorme financiële injectie, als je het dan zo wil zeggen. Dit werd een heel interessant gebied, want hier werd veel geld verdiend. Wetenschappers en filosofen mochten hier vrij denken, want het land was tolerant. Dat betekende niet dat je alles mocht zeggen. Iemand als Baruch Spinoza, een filosoof, die zei van God bestaat niet. Die moest op zijn tellen passen. Want zoiets belachelijks, dat had je niet te zeggen. Dat was belachelijk.
Daar kon hij inderdaad ook gewoon gevangenisstraf voor krijgen. Maar mensen konden hier naartoe. Dit land was tolerant. En een van de allerbelangrijkste dingen, ik heb dat het vorig jaar jullie ook wel eens verteld, maar dat is iets wat je nooit meer leert. Ik heb hem ooit eens een keer door een historicus, die heeft mij dat laten zien hoe uniek dat was. Vaak als je een nieuw regime hebt in een land, dan worden andersdenkenden een kopje kleiner gemaakt of die moeten vluchten. Dit land werd een land. Het Calvinisme werd de bevoordeelde religie, maar geen staatsreligie. Dus een stadsbestuur in Amsterdam of in Leeuwarden of in Groningen, die kon niet naar de burgemeester stappen en zeggen van, ik liep vandaag naar het stadhuis en ik struikelde zwart over al die baptisten hier in de straat. Kun je daar nou niet eens een keer wat aan doen? Ja, laten we een pogrom uitschrijven. Laten we eens een paar mensen een beetje stokslagen geven of zoiets. Dan leren ze een lesje wel, maar dat werkt natuurlijk nooit. Dus het gaat van kwaad tot erger en uiteindelijk gaat er bloed vloeien. Dat is wat er eigenlijk altijd gebeurt in de wereld. Hier werd gezegd, wil jij katholiek blijven, dan doe je dat maar dat doe je niet openlijk. Geen processies in de straten, geen gedoe met opzichtige kathedralen en alles. Jullie gaan me mooi in een achteraf gebouwtje jullie missen houden, wat voor goddeloze dingen ook. Maar uit het zicht, en het heette een statie. Tegenwoordig doen de katholieken net alsof ze toen hebben moeten lijden. En je hebt bijvoorbeeld de kapel van de heilige Maria op zolder in de Kalverstraat in Amsterdam. Dat is nou een museum waar 100.000 toeristen komen elk jaar, waar ze net doen alsof de katholieken hebben geleden. Vorig jaar was er nog iemand op mijn werk, die was daar weer geweest. Die kwam met zijn verhaal aan. En de katholieken hebben het toen zwaar gehad. Ik zei, je hebt die kerk wel gezien, hè? Ja, een groot ding. Ik zei, ja, dacht je dat niemand wist dat daar zat? Zo, gewoon achter die puif in de Kalverstraat. Dat wist iedereen. Iedereen wist dat het er zat. Maar het moest achter gesloten deuren. Niemand mocht er last van hebben. Het was ook zo met baptisten overigens. Als je nou kijkt in alle grote steden van Nederland, als je kijkt naar de oude baptistenkerken, dan zie je heel vaak, dan loop je over straat en dan zie je dus dat er een hele grote inham is in de straat en daarachter staat een gebouw en dat is de oude baptistenkerk of doopsgezinde kerk. Dat kwam omdat er oorspronkelijk een gebouw voor stond, omdat het achteraf moest. Doopsgezinde baptisten mochten wel samenkomen, maar die moesten via een steegje naar een gebouw, moest uit het zicht. Maar het feit alleen al dat ze werden getolereerd en niet vermoord was uniek. Je kan niet onderschatten hoe uniek dat was. En in die tijd waar we het nou over hebben, wat geloofde men over het algemeen? Nou, over het algemeen het westen, in het noorden, in het zuiden had je voornamelijk, in het oosten had je heel veel, ja, voornamelijk katholieke mensen. Maar over het algemeen, dat team was Calvinist. Die was lidmaat van een kerk. 100%. Maar dat was de bevoordeelde religie. Die had er gewoon het meeste te zeggen. Men had besloten van dit vinden wij het beste passen bij het karakter van de natie. Maar bijna niemand was het. 25% was doopsgezind of baptistisch. Alleen al waar ik vandaan kom had je meer dan 30 denominaties. Want natuurlijk had je toen ook baptisten in alle soorten en maten. Streng en nog strenger en nog veel strengere. 30% bleef katholiek. Ja, maar Henk, dan tel ik even snel op, dan zit ik nog maar op 60%. Nou, een grote groep mensen ging wel naar een kerk, want anders was je vreemd. Ook in die tijd was je daar vreemd, maar was niet lid van een kerk. Men was daar gewoon een bezoeker. En dat was een situatie die gaande was. En dat was natuurlijk een doorn in het oog van al die landen die ooit hier aan verdiend hebben. Rome, die hier de baas was. En andere landen die jaloers waren. Groot-Brittannië is later een enorme belangrijke wereldmacht geworden. Maar in de tijd dat Nederland opkomt, heeft Engeland te lijden onder burgeroorlogen. Maar Engeland ziet het allemaal niet wat hier gebeurt. Want Engeland is zelf een zeevarende natie. En die vindt van, ja, dat moeten wij natuurlijk ook een graantje van meepikken. Dat kan allemaal zomaar niet. Nou, goed. Ik begin nou het verhaal op te bouwen, dat snappen jullie wel. Wat ik nog even wil zeggen. Nederland is dan een heel welvarend gebied. Een tolerant gebied. En dan bedoelen we tolerantie in die tijd. Het was niet zo dat je overal totaal gelijkberechtigd was en mocht zeggen wat je wou. Maar je werd niet vermoord, je werd niet in de gevangenis gezet voor je ideeën. Dat is ontzettend uniek. Het was een land met vrede, voorspoed en vrijheid. En
Als je dat naar de schrift vertaalt, en ik heb dat heel vaak gelezen vroeger, maar ik doe het toch even weer gauw. 1 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 5. 1 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 5. Daar wordt de gemeente gemaand. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Dus we moeten bidden voor alle mensen. Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven maar leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Oh, dus dat we in vrede kunnen leven. Nee, dat zegt de Heer niet. Want dat is goed en aangenaam voor onze God en zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Waar veel schrift is, komen mensen tot geloof. Waar mensen tot geloof komen, ontstaan gemeentes. Waar gemeentes zijn, er zijn dus mensen met Heilige Geest. Waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Hè? Staat te lezen in 2 Korinthe 3. En die landen zijn beter af. Als er mensen zijn, als er gemeenten zijn die bidden voor vrijheid, een overheid die de gemeente met rust laat en toestaat om te getuigen, dan zegent zo'n land, zo'n gebied met vrede, voorspoed en vrijheid. En ik kan alleen maar zeggen altijd, kijk naar een atlas en kijk naar landen in de wereld waar dat ooit is gebeurd, waar een reformatiebijbel een prominente rol heeft gespeeld. Dan zie je dus dat het land in één keer heel vrij en heel voorspoedig wordt. Goed. Zo rolt dit land dan een periode in die ze dan nu de Gouden Eeuw noemen. En zo belanden we in 1672. De jaren ervoor zijn er al heel wat oorlogen geweest. De 80-jarige oorlog was wel voorbij, maar ja, in die tijd was oorlogje voeren toch altijd weer een hobby van heel veel en mogendheden. En de bisschop van Münster die hier zat, die had het maar een hekel aan dat hij zoveel invloed had te verduren van die Nederlandse Republiek. De bisschop van Keulen en Luik, want dit was ook van hem, die had ook een bloedhekel aan dit land gekregen, want Nederland had overal een vinger in de pap. De koning van Engeland, die haatte de republiek, want hij vond dat zo'n klein boerenrepubliekje eigenlijk hem niet in het vaarwater mocht zitten. De koning van Frankrijk vond dat hij het middelpunt van de wereld was. Hij noemde zich ook de zonnekoning, Lodewijk XIV. En die vond het belachelijk dat de hele politieke agenda door zo'n klein gebiedje met ongeveer 2 miljoen inwoners op dat moment werd bepaald. Terwijl hij toch de grootste man op de aarde was met het grootste leger ter wereld. Hij had op dat moment een leger van 400.000 man. En die mogendheden zijn dan een band met elkaar aan het sluiten. Die beginnen dan met elkaar een plot te sluiten om Nederland weg te varen. Maar wacht eens even. We hebben nou een paar keer van de week al gehoord dat katholieke landen Nederland willen aanvallen. Engeland was toch een protestantse natie, een Anglicaanse natie. En de Puritijnen en alles. Ja, ook daar heb je natuurlijk nog katholieken, maar de koning die toen was, Charles II, die was bekeerd tot het katholicisme. En die vond eigenlijk dat hij meer invloed moest hebben in het bestuur van het land. En die had een deal gesloten met de koning van Frankrijk. Zo van, als jij mij helpt, help ik jou. Dus hij had de koning van Frankrijk beloofd dat als Engeland mee zou helpen aanvallen om Nederland weg te varen, dan zou hij de koning van Engeland helpen om meer, om Engeland weer katholiek te maken. Dat was het. Ondertussen waren er al ambassadeurs en edellieden die hadden al de overheid gewaarschuwd, pas op, er komt oorlog aan. Ik zei al, er werd niet zoveel mee gedaan. Die hele landsverdediging, want je had hier allemaal linies met forten en schansen, die werden gebruikt om in geval van oorlog dan de vijand tegen te houden. Die waren verwaarloosd. Heel veel officiers die forten moesten bewaken, dat waren vaak kinderen. Een kind van een jaar of twee of zo. Waarom? Iemand die officier was op een vesting of een fort of een schans, die kreeg daar een jaargeld voor. Dus je had bijvoorbeeld een baron.
laten we zeggen, die woont ergens in de buurt van Deventer. En die baron die hoort dat er een bepaalde schans hier aan de grens, daar een vakante positie is voor een officier. En die heeft net een klein kind gekregen en die laat gewoon dan zijn kind benoemen tot officier van die schans. En dan ontvangt hij dan een kapitaal voor ieder jaar. Dat was gewoon een schertsvertoning. Dat was een vorm van corruptie in wezen. Dat soort dingen waren allemaal gaande. Er waren allemaal, de landsverdediging werd verwaarloosd. Ik moet er ook nog even bij vertellen, want het is een heel andere wereld dan je nu kan voorstellen. Nederland had geen koning, hè? Nederland was een republiek. Nederland had stadhouders. Officieel had elke republiek een eigen stadhouder. Dus er waren 7 provinciën, die zouden 7 stadhouders moeten hebben. Alleen, ja, jullie hebben ooit wel eens gehoord van Willem van Oranje. Dat was de eerste stadhouder van Nederland. Die is vermoord in 1584, maar zijn zoon volgde toen op in Holland. En dat was een Oranje. En de Oranjes die wisten eigenlijk uiteindelijk stadhouder te worden in Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Een neef van die zoon van Willem van Oranje, die werd stadhouder van Leeuwarden. Dat was Willem Lodewijk van Nassau. En zijn nazaten, die zetten die tak verder in het noorden. Dus hier had je de Oranjes, in Leeuwarden en Groningen, want die deden mee, had je de Nassaus. Ik spring even naar in de toekomst. Als later de Oranjes uitsterven in 1702, dan worden de Nassaus uitgenodigd, omdat het toch weer verwanten waren, om stadhouder te worden van het hele land. Uiteindelijk komt daar Willem-Alexander, de huidige koning, vanaf. Want na 1813 wordt die stadhouderfamilie wordt een koninklijke familie. Maar alle voorvaderen liggen nog altijd daar in Leeuwarden begraven. Maar dan heb je dus Oranjes, je hebt hier Nassaus. Op een gegeven moment heeft Holland heeft geen stadhouder. Dat is het eerste stadhouderloze tijdperk. Er waren op dat moment geen Oranjes die konden regeren. En degene die net geboren was, die was er maar een jaar of 2. Dat is Willem III, die zal later dan het land gaan redden. En dan is er een meneer die dan zo lang moet waarnemen. Dat is raadspensionaris Johan de Wit. En raadspensionaris Johan de Wit, die resideert in Den Haag. Is een hele wijze politicus geweest. Edwin Rutte heeft ook geschiedenis gestudeerd. Ik denk dat hij altijd zich daar een wenst te spiegelen. Maar Johan de Wit, die is raadspensionaris. En het ontgaat hem gewoon dat aan alle kanten van het land daar donker volken samen pakken. Hij heeft het gewoon niet door. Hij heeft ook een broer, Cornelis de Wit, die is kapitein op de Nederlandse vloot. Dan kijk even naar de tijd. Ja, raadspensionaris de Wit, die let er dus niet op. En ontstaat een coalitie van 4 landen die willen aanvallen. En in mei 1672 is het dan zover. Er wordt een Frans leger hier naartoe gestuurd van 120.000 man. Dat was in die tijd gigantisch. 20.000 mensen hier van het bisdom Keulen. 20.000 mensen van het bisdom Münster. En de Engelsen komen met een vloot. Want ze hadden zo beredeneerd, want waar ze wel allemaal heel beducht voor waren, was de Nederlandse vloot. Sowieso, van alle zeevarende schepen op aarde was de helft Nederlands. Voeren onder Nederlandse vlag. Nederland had een gigantische vloot, want die oorlogsschepen had je nodig om jouw belangen te verdedigen met al die gebieden in de wereld waar ze dus spullen kochten of roofden. Zo werkte dat vroeger. En daar waren men dan wel bang voor. Dus de Fransen en Engelsen die hadden zoiets van, we moeten eerst proberen die vloot daar te vernietigen. En die landlegers moeten dan heel snel naar binnen gaan, want Nederland heeft eigenlijk niet genoeg soldaten om dat hele land te verdedigen. En dat gebeurt dus, mei 1672. Het is ook nog een droog jaar, net zoals nu. Dus heel veel gebieden die ze normaal onder water willen laten lopen, zijn gordroog. Heel veel vestingen en schansen die zijn niet goed onderhouden. Heel veel militairen die zijn er niet op tijd. Ze hebben misschien 30.000 mensen klaar op het moment dat de vijand eraan komt. En in totaal lopen er ongeveer 80.000 Nederlanders rond die iets kunnen betekenen in de defensie. Men is totaal overstuur. Men heeft eigenlijk geen idee hoe het eigenlijk moet. Dan moet je niet denken dat als je hier de grens over gaat in die tijd, dat je dan in 20 uur aan de andere kant stond.
het reizen met een leger ging heel erg langzaam. Want je moest bijvoorbeeld kanonnen meenemen. Nou, dan had je een stuk of 10 paarden nodig om zo'n kanon te trekken. Voor die 10 paarden had je, ik ben de berekening kwijt, maar per paard had je zoveel haver en stro nodig om zijn dier te voeden. Dan had je dus mensen nodig om dat te bevoorraden. Je had mensen nodig om die soldaten te bevoorraden. Dat was een enorme organisatie en dat ging allemaal niet zo snel. En dat was dan weer hun mazzel. Je hebt er allemaal veldslagen. En al heel snel komen er allemaal mensen die vluchten naar het westen en die in het noorden. En die beginnen verhalen te vertellen van het komt niet goed, alles is verloren. Oké, hier in het noorden zeggen ze van, oké, wij gooien snel onze moeraslinie weer in het spel. Je hebt hier Friesland, Groningen, Drenthe. Trouwens, Drenthe is hier oranje omcirkeld en Brabant ook. Dat betekent dat het een generaliteitsland is. Dat is een land die doet niet mee als een republiek in Nederland. Nee, dat is een gebied dat bezet is. Brabant is een katholiek gebied bezet in de oorlog op de Spanjaarden. Maar Drenthe was zo arm en was zo dun bevolkt dat hij zei van Friesland en Groningen, bestuur ons maar. Want als je mee wilde besturen, moest je ook elk jaar belasting betalen. En dan had dat, hoeft niet, zeiden ze. Maar je had hier een hele linie van moerassen, die lieten ze met opzet in stand. En dan kon je op een paar plekken door. Bij Steenwijk, bij Coevorden, en daar lag echt een gigantische grote vesting. Je hebt nog wat restanten in de stad Coevorden tegenwoordig. Boetangen. En Nieuwe Schans. En die troepen van de bisschop van Münster, in Groningen noemen ze hem Bommenberend, want die man zijn hobby was kanonnen afschieten. Die gaan als een mes door boter, zoals ze dan zeggen. Die trekken zo over Rijssel en Gelderland binnen. En hij was ook heel gemotiveerd, want het was al afgesproken dat als Nederland zou verliezen, dan zou Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen een deel worden van het Rijk van Münster. Dat was gewoon beloofd. Dit moest van Frankrijk worden, of in ieder geval moest dit hele land weg. En dan was het volgende doel, dit gebied wat nou België heet, dat was een deel van het Spaanse Rijk, dat moest dan ook van Frankrijk worden. Lodewijk XIV wilde het gewoon allemaal veroveren. Maar goed, 1672, mei, juni, het is de ene pech op de andere pech, alles zit tegen. Dus het bestuur is radeloos, het volk redeloos, het land is reddeloos. Die Fransen die trekken hier het land binnen. Die komen bij Arnhem, die komen bij Nijmegen. Die steden geven zich maar snel over, want een belegering betekent uiteindelijk toch dat de hele stad werd vermoord. En het eerste wat gebeurt is dat alle oude katholieke kerken die protestant zijn geworden, die worden meteen weer tot katholicisme gewijd en het moet weer een katholiek gebied worden. En zo trekken de Fransen verder. Die komen bij Utrecht. Utrecht geeft zich ook maar over. En Utrecht, de Dom, wordt weer gewijd tot katholieke kathedraal. Een stad als Naarden, die erboven ligt, ja, die is belegerd en die is ingenomen. En des tot de laatste man is daar iedereen vermoord. Om aan te geven wat voor chaos het was. Je hebt hier een dijk. Ja, dit is de Zuiderzee, nou het IJsselmeer. Je hebt hier een dijk en op die dijk heb je het Muiderslot. En bij het Muiderslot heb je een weg naar Amsterdam. Dat is eigenlijk wel een sleutelpunt hier om naar het westen te komen. Want hier, dit is allemaal water. Dit was allemaal onder water gezet. Dat betekende trouwens niet dat je dan meters water gaat staan. Maar dat betekende in een land vol met slootjes en met moerassen. Als jij met je paarden eraan komt of je komt met je grote kanonnen eraan. En je komt bij een greppel. Dan moet je eerst je niet roepen. Moet je met stokjes laten lopen peilen. Om te voelen van waar zit hier een diepte. Je moet nog meer paarden hebben om die kanonnen door die slurrie te laten trekken. Als je even niet oppast, dan zak je weg. Oftewel, dat kost heel veel tijd. En wat was dan in de landsverdediging, wat men dan nog deed om hier de boel te redden? Had je hier de cavaleristen had je erachter staan. Hier in Friesland deden ze het ook. Had je 3000 man cavalerie, vliegende kiep. Als ze zagen dat ze probeerden hier erdoor te steken en Het smalste gebied was tussen Woerden en Gouda. Er werden snel die cavaleristen neergezet en dan had de feind er door van, maar weer terug, het werkt niet. Goed, ik had het net over het Muiderslot. Op een gegeven moment zegt men in Amsterdam van, is er eigenlijk al een garnizoen in het Muiderslot? Daar ging jij toch over? Nee, jij toch? Nee. Bleek dat er nog geen eens militairen waren en de Fransen waren nog geen uur verwijderd van het Muiderslot. Als ze daar niet aan hadden gedacht, dan waren ze gewoon over de dijk naar Amsterdam gegaan. En dan
was waarschijnlijk de boel verloren gegaan. Het hangt van knulligheid aan elkaar. Dat is wat ik jullie probeer te zeggen. Dus heel snel komen de Nederlandse militairen aan naar het Muiderslot en die sluiten zo de verdediging. En zo staan ze hier. En ondertussen rekent zich men hier rijk in het noorden, want ze denken van, wij zitten gelukkig veilig achter onze moerassenlinie. Ons kunnen ze niks maken, komt wel goed. Coevorden is niet in te nemen. Het is zo'n grote vesting. Daar hoeven nergens bang voor te zijn. Als de troepen van Münster hier voor Coevorden staan, is er op een nacht een jezuïet in Coevorden. Die heeft een poort opengezet en die laat een aantal mensen van de genie van de Münsters binnenkomen. En als een soort paard van Troje, zo wordt Coevorden door verraad eigenlijk in een paar uur tijd veroverd. Nou, dan breekt hier de paniek uit. Want zij dachten van, die ellende in Holland hebben wij geen last van. En dan komt dat enorme leger hier door die pas in Drenthe en die gaat naar het noorden toe. Hier in het oosten heb je trouwens Bourtangen, dat is een vesting die is helemaal herbouwd. Hè? Dat kun je als museum kun je bekijken. Dat is een vesting die is nooit veroverd, die heeft het gehouden. Daar is niemand langs gekomen. Maar die Münsterse troepen die trekken dan hier naar het noorden. Ondertussen staan hier de Fransen. En in Holland is het paniek. En dan staat de bevolking voornamelijk elkaar de hersens in te slaan. Je hebt bijvoorbeeld groepen die maken ruzie over het Arminianisme of het Kokkianisme. Stromingen in het Calvinisme. In hoeverre heeft een mens nog eigen vrijheid of is alles gepredestineerd? Daar hadden ze al tientallen jaren ruzie over, maar toen de Fransen daar stonden, raakte alles in stroomversnelling. En de dominees gingen nog harder preken van, jullie zijn wel heel erg gek om nou druk te lopen maken over theologische geschillen. Als jullie niet heel hard gaan bidden en nog veel harder gaan vechten, dan heb je niks meer te willen, ben je gewoon zometeen weer een katholiek. Heel Nederlands eigenlijk, hè, als je het zo hoort. Ik sluit zo af voor vanavond, maar in de winter overigens, als het gaat vriezen en dit vriest dicht, was ook weer bijna een crisis waar het weer net goed ging dat Holland niet werd veroverd. Wat niemand hier ook hoopte, want als Holland werd veroverd, dan was het gewoon afgelopen met de Republiek. Die Münsters trekken hier naar boven en die komen naar voor de stad Groningen te staan. Hier hebben ze waterminis gebouwd. Ik heb het hier een mooi egaal blauw gedaan. In werkelijkheid heb je een heel vlekkerig gebied van water en van droogtes. Maar die Bernard van Galen die besluit, we gaan naar Groningen. Want als we die stad te pakken hebben, dan hebben we dit te pakken. Dan kunnen we dit pakken. Dan gaan we daarheen. Dan is het gewoon over. En Groningen heeft één geluk. Groningen kan aan drie kanten met water worden ingesloten. Alleen aan de zuidkant ligt een hele hoge heuvelrug. En door die heuvelrug hebben ze hier wel allemaal vestingwerken, maar daar moet dan wel oorlog worden gevoerd. Het is gewoon niet anders. En omdat er een heuvelrug ligt, dat heet de Kempkesberg, die is tegenwoordig afgegraven. Kempkesberg geeft studenten altijd nog kippenvel van vroeger, want Kempkesberg stond de studiefinanciering waar studieschulden werden opgebouwd, de studenten. Maar goed, die was hier en de Kempkesberg die was een meter of 30 hoog en daardoor heb je door de elevatie kun je met je kanonnen nog verder in zo'n stad komen. En ik weet niet of het hier zo te zien is en anders moet jullie later die kaart maar eens even bekijken. Die zuidkant van de stad heb je dan de verdediging. Dan heb je hier die troepen van Münster en die beginnen met allemaal loopgraven werken. Daar zijn allemaal woorden voor, die ken ik ook niet meer, dat duurt allemaal te lang om uit te leggen. Die beginnen dan loopgraven te maken naar die stad toe, om zo stapje voor stapje, want het was gewoon een spel, die vestingwerken te doorbreken en dan de stad te veroveren. Zo werkte dat. En in een ideale situatie zou je dan zo'n stad belegeren en iedereen uithongeren. Maar Groningen kon nog altijd aan de bovenkant worden bevoorraad vanuit Friesland. En dat duurt dus maar dagen. Dat duurt dus maar weken. En na 33 dagen is er nog niks gebeurd. Zijn ze nog niet door. En dan op de dag van 27 augustus zien ze bij het ochtendgloren in Groningen. En de hele zuidkant van de stad is dan al in brand geschoten. Er is geen huis wat meer overeind staat eigenlijk. Er is gewoon zwaar gevochten. Dan zien ze dat die troepen zijn teruggetrokken. Er zijn gewoon te veel mensen van die Münsterse dood, ziek geworden, uitgeput. En die Bernard van Galen denkt van, ik breek het af, want het was een kostbare zaak. Ik ga het ergens anders weer proberen. En
dat was het allereerste lichtpuntje. 28 augustus, het allereerste lichtpuntje in die enorme crisis. Kijk, ik versta je wat te stamelen en wat te vertellen in drie kwartier over wat er aan de hand is. Maar niemand gaf er nog een stuiver voor dat het land zou blijven bestaan. Het wordt opgeheven, we worden allemaal weer katholiek en baptisten moeten weer vluchten voor hun leven. Of gaan worden weer door de inquisitie vermoord. Net zoals de hugenoten overkwam in Frankrijk, waar 400.000 hugenoten zijn vermoord. Het is gewoon voorbij. Maar bij Gods gratie, hier was het eerste lichtpuntje. Hier werd stand gehouden. En vanaf dat moment kon men gaan werken aan het terugwerken van al die katholieken. En ik denk dat ik dan daar eerst maar bij hou. En dan ga ik morgenochtend verder. En dan gaan we ook weer verder met de schrift. Zal ik bidden. Terwijl ons...